ik heb in mijn tijd dat ik op school heb gezeten, dat is best lang, want de school, daar word je in vrijheid opgevoed. En voor een man was die vrijheid iets te veel, dus ik heb er 8 jaar op gezeten. Ben ik begonnen op de Westersingel en toen naar de Veerhaven gegaan. En toen later, waar die nu staat, op weg naar Diergaarde Blijdorp toe, dus op die omgeving. En de school, ja, dat was op de Westersingel, waren 90 leerlingen. Dus dat was een hele kleine school, dat was een echte hele kleine school. Maar dat vonden we toen normaal. Er werd veel activiteiten ondernomen. Dat herinner ik me van de school. Toneelstukken met name. Nou, daar deed ik graag met plezier aan mee. Ik denk aan mevrouw De Haan en ook aan de leraren biologie, vis of natuurkunde, mevrouw Van Andel. Kortom, vele leraren herinner je goed. Maar die ik het meest herinner is mijn rector later, meneer Van Dijk. Waarom meneer Van Dijk? Kijk eens, tijdens mijn eindexamen, dat was in mijn 8e jaar. Nou, tussen mijn schriftelijke monding kreeg ik een ongeluk, een hersenschudding. En dat was natuurlijk een ramp. En toen zei iedereen, oh, je moet je eruit uitzieken, moet je ophouden met je examen. Ik dacht, ik kan toch niet 9 jaar op school gaan zitten. Dus ik moest en zou het halen. Toen heb ik nog met de rector in huis gezeten. Om tussen mondeling en schriftelijk proberen bij te spijken om nog iets voor mij te maken. Dus de rector, meneer Van Dijk, daar zat ik ineens als kind midden in zijn huis. Nou, die ken ik dan natuurlijk het beste van alle leraren. Werkgelegenheid speelde niet, want iedereen kon werk vinden. Er was zoveel te doen, dus iedereen was bezig. En ik herinner me nog, want ik moest altijd eindeloos fietsen of met de tram naar Rotterdam gaan. Dan zag je al die troepen weggaan en al die vrachtwagens van het leger die werden daar verkocht. Want ze namen dat niet meer mee naar Amerika of naar Canada. En verder was de Rotterdam was plat gebombardeerd, dus dat was een wederopbouw. Dus dat was een totaal andere tijdgeest, want het was een uitdaging om Nederland weer op te bouwen. En dat proeft hij overal. Nee, ik verheug me. Ik verheug me zeer. Ik moet wel even goed wat gaan organiseren dat er nog wat leeftijdgenoten zijn. Anders loop je daar wat eenzaam rond. Maar ik ga absoluut komen.